Wan so pe tata komopo. Wie moest seti kondre boom. Deze heilige boodschap zal de basis moeten zijn van de nieuwe regering als het gaat om de denkwijze. Vandaag zijn Chan Santokki en Ronnie Brunswijk bij acclamatie gekozen tot respectievelijk president en vicepresident. Draagt wat wij doen bij aan een beter Suriname. Draagt het bij aan de eenheid en de verbondenheid. En draagt het bij aan een rechtvaardiger leven voor onze landgenoten. Dat wordt de nieuwe norm, meneer de voorzitter. Er zal geen ruimte zijn voor corruptie, persoonlijk belang en eigen gewin. Via u, meneer de voorzitter, richt ik mij graag tot de leden van dit hoogste college van staat in ons land. En met uw toestemming tot de hele natie. Vandaag, meneer de voorzitter, heeft u als leden van de Nationale Assemblée met deze verkiezing laten zien dat onze democratie nog werkt. Laten we onze democratie, ons rechtssysteem koesteren. Laat de Nationale Assemblée weer het echte huis van het volk zijn. Als president beloof ik dat ik naar dit huis van het volk zal komen om regelmatig verantwoording af te leggen. Santokki is de tweede president die vanuit de VHP is gekozen. Van 1988 tot en met 1990 heeft Ramse Wakshankar deze functie mogen bekleden. Hij was toen tevens de eerst gekozen president in de geschiedenis van de Republiek Suriname. Hoewel Ronnie Brunswijk de tweede vicepresident is vanuit de ABOP, is hij wel de eerste Maron die deze functie mag invullen. Zoals ik reeds bij een andere gelegenheid heb gesteld, ben ik altijd bereid om mijn krachten te geven daar waar u vindt dat het nodig is. Daar waar ik te roepen ben om mee te werken aan de opbouw en ontwikkeling van ons aller geliefd Suriname. Dames en heren, leden van de Nationale Assemblée. Ik aanvaard van hieruit deze uitverkiezing zeer gaarne. Ik aanvaard deze uitverkiezing tot dienstbaarheid aan ons land en volk vanuit het diepe besef dat het hier gaat om een historische opdracht. Ik zal deze historische en bijzondere opdracht trachten waar te maken met ondersteuning van de Almachtige. Zowel Brunswijk als Santokki zijn vanaf 2005 actief in de Surinaamse politiek. Santokki bekleedde toen de functie van minister van Justitie en Politie, terwijl Brunswijk vanaf 2005 lid is geweest van de Nationale Assemblée. Vanuit het parlement zijn de felicitaties vanuit de diverse fracties doorgegeven aan de gekozen bewindslieden. Vandaag met de verkiezing van u, president en u, vicepresident, en ook nog de samenbundeling van de coalitie uit verschillende politieke partijen die samen het merendeel, zo niet alle multi-etnische Surinamers vertegenwoordigen, schrijft u opnieuw geschiedenis en bevestigen wij onze mondiale status als toonbeeld van een multi-etnische, tolerante samenleving. De verkiezingsstrijd die wij achter de rug hebben was een van de moeilijkste. Maar dat we als volk hebben getoond, als leiders van de natie hebben getoond, dat op belangrijke momenten, op momenten waarbij het land voort moet gaan, dat we elkaar kunnen vinden. Als NDP-fractie spreek ik de hoop uit dat het maar één ding zal zijn bij de president-elect en later deze week de president van de Republiek Suriname, de VP-elect, later in de week de vicepresident van de Republiek Suriname. Het zal maar één ding zijn die ze zal leiden en dat is de verheffening van deze natie. We hebben een moeilijke tijd achter de rug en er zit nog een heleboel voor ons te gebeuren om als Surinamers ervoor te zorgen dat de situatie waarin het land vandaag de dag verkeert, dat wij allemaal de schouders eronder zetten, onder het werk zetten, om ervoor te zorgen dat in ieder geval wij van Suriname een beter land kunnen maken. Er is beloofd een nieuwe politieke cultuur,
Er is toegezegd aan land en volk een aangepaste, dan wel een beterde leiderschap, dan wel nieuwe leiderschapstijl. We kijken er naar uit. Voorzitter, afiri disi, ik gimo afiri taki om go in eenheid verder. Omdat mi ebribi in eenheid in verscheidenheid. Afaswa akondre ochari, voorzitter, mi ebribi tak sranang gi alasranamang. Mi breiti nang a moment disi, mi aksi wan kans gi a koppel disi. We ebribi say, u pot demandis in gado anu, omdat na in eenheid wordt doen aan boemroko. Ik keek naar buiten en daarnet zag ik de bloemen beginnen te bloeien, voorzitter. En dat symboliseert hoop van het volk, dat het volk hoop gevestigd heeft 25 mei om haar stem uit te brengen en uit te kijken naar een nieuwe seizoen. Een nieuw seizoen om dit land daar te brengen waar het volk wens, voorzitter. Afvolk Ekarunu. En daarom doet het ons goed, zeker als VHP-fractie, waar het volk gesproken heeft, maar ook de andere coalitiepartijen, voorzitter, dat wij vandaag gebundeld in staat zijn geweest om alvast eerste stap te zetten en de twee voorlieden gekozen te verklaren, voorzitter. Ook president Desiree Bouterse, die op donderdag het ambt overdraagt aan Chandrika Prasad Santokhi, heeft de gekozen staatslieden gefeliciteerd. Het is een paar keer gezegd, inderdaad, als het zal geen gemakkelijke job zijn, dat ik er alles vanaf weet. Maar het is te doen als we inderdaad gezamenlijk de schouders onder het werk zetten. Ik feliciteer u nogmaals. Ik feliciteer de nieuwe coalitie. Ik feliciteer u allen in het huis van de democratie. We wensen u niet alleen maar heel veel sterkte toe. Godsrijkse zegen. En zoals de heer Gaidin zei, het nieuwe seizoen. En dat de leidraad, zoals dat verwoord is door enkele sprekers, vanaf de voorzitter tot iedereen die eigenlijk gesproken heeft, als dat de leidraad wordt, blijft, dan zie ik een goed begin en zelf een goede afronding van de geheel. Met de nieuwe functie als vicepresident moet Ronnie Brunswijk de voorzittershamer in het parlement overdragen. Marinus B. wordt door ABOP voorgedragen als de nieuwe DNA-voorzitter.